toekomstbestendig beleggen? Investeer in een luxe vakantiewoning op eigen grond midden in de Brabantse natuur met een rendement van 5,5%. Vakantiepark Strabrechtse Venne opent komend voorjaar. Ontdek het op investereninbrabant.nl. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de CryptoCast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is woensdag de 13e maart, wel te verstaan, 2024. Naast me zit Ivo Verrips. We gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het nieuws van dit moment. En dat komt van het politieke front, zowel in het buitenland als in ons eigen land. Ivo. Ja, want zometeen naar Den Haag. Het formatieproces lijkt nou een beetje losgetrokken te worden. En er wordt later gedebatteerd over die peperdure Nederlandse onderzeeboten die naar verluid worden gemaakt in Frankrijk, ja, door Naval. En de Tweede Kamer gaat later vandaag kijken, ja, of ze daar misschien toch nog iets aan kunnen doen na een jarenlang lopend aanbestedingstraject. Precies. En l'histoire se répète, luidt een goed Amerikaans gezegde, want het is een rematch. Die gaat het worden in Amerika. De laatste ronde van voorverkiezingen is achter de rug. Donald Trump wordt tegenstander van Joe Biden in de race naar het Witte Huis. Een herhaling van zetten. Beide heren hebben nu genoeg kiesmal om straks officieel genomineerd te worden. Zo onze man in Amerika. Je krijgt inzicht in de dag. Komt op BNR op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag begint, zoals gezegd, in Amerika. Allebei haalden de presidentskandidaten van de Republikeinse en Democratische Partij, respectievelijk Donald Trump en Joe Biden, genoeg kiesmannen, gedelegeerden, om straks het tegen elkaar op te mogen nemen. En Trump reageerde meteen in een video. This one got us over the top. The Republican National Committee has just declared us the official nominee. And so we're the official nominee of the Republican Party, which is a big deal. Ja, een big deal. De internationale nieuwsuitjes spreken van een rematch. Herhaling van de presidentsverkiezingen van 4 jaar geleden. En bij ons is Jan Posma, onze man in de States. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Nou, we zagen al een tijdje dit zagen we aankomen. Je kan het een beetje voorspellen. Ja. Trump en Biden zonder enige tegenstand richting dit punt. Maar wat betekent dat het nu echt manifest is? Ja, dat ze allebei nu echt dus inderdaad officieel de genomineerden zijn voor hun partij. Ze hebben allebei het aantal gedelegeerden gehaald dat ze moeten halen. Er is nu echt geen andere kandidaat meer die ze kan inhalen. Nou zag dat er al de hele tijd niet uit dat ging gebeuren, maar dat kan nu echt niet meer. En ja, we wisten natuurlijk al dat Haley er al was uitgestapt als tegenstander van Trump. Biden had nooit serieus tegenstanders, dus het voelde nooit echt spannend. Maar nu kunnen we wel echt zeggen, die voorverkiezingen die zijn in die zin voorbij, dat we nu echt twee winnaars hebben. En dus die campagne voor de presidentsverkiezingen, die begint nu ook. Al was die eigenlijk vorige week na Super Tuesday ook al begonnen. Dus we kunnen wel zeggen, de langste campagne ooit. Nou, dat gaat het inderdaad worden, want november, dan mogen de Amerikanen naar de stembus. Maar kan er tussentijds nog iets gebeuren waardoor een van die twee toch uiteindelijk niet de genomineerde wordt? En dan denk ik even aan rechtszaken rond Trump of iets dergelijks. Ja, precies. Nou, laat ik die meteen maar eventjes weghalen. Ja. Ja. Die hoop die ook een deel van de Amerikanen heeft. Ja, mocht Trump veroordeeld worden voor de verkiezingen, dan mag hij nog steeds gewoon meedoen. Ook al komt hij in de cel terecht, dan kan hij nog steeds vanuit de cel campagne voeren. Mag hij ook nog steeds president worden. Dus dat gaat hem niet worden. Wel als er misschien iets anders uitzonderlijks gebeurt, zou dit nog mis kunnen lopen voor een van de twee. Maar dan moet er echt wat uitzonderlijks gebeuren als een van de twee bijvoorbeeld komt te overlijden. Ja. Maar ook als een van de twee eruit zou stappen. En in beide gevallen wordt het dan heel spannend bij de conventies deze zomer. Dat zijn de momenten dat officieel dan nog een keertje de kandidaat wordt aangewezen. En ja, dan zijn er verschillende regels bij de Democraten en Republikeinen. Maar dan komt het erop neer dat die gedelegeerden heel belangrijk worden. En dat er op die conventie dan een nieuwe kandidaat zou kunnen worden gekozen. Ik zeg er ook meteen maar even bij, dat zou uniek zijn. Dit is een beetje de natte droom van elke journalist, maar het gebeurt al jaren niet meer. Maar goed, het zou dus kunnen weer. Ja, precies. Nog eventjes naar de uitslag. Heb je nog iets opvallends gezien?
Nou, het was eigenlijk allemaal in grote lijnen zoals verwacht, hoor. We hadden natuurlijk geen tegenstanders, dus dan is het heel makkelijk winnen. Maar één ding wat me wel opviel en wat ik toch even opviel en wat ik toch even wil delen, was de staat Georgia. En dat is natuurlijk een heel belangrijke swing state voor november, dus daar wordt extra naar gekeken. En wat me daar opviel was de steun voor Nikki Haley daar in de buitenwijken en voorsteden rond Atlanta, de grootste stad. Zij kreeg nog steeds best wat stemmen. En dat is sowieso al opvallend natuurlijk. Er zitten vast nog veel poststemmers ook bij. Mensen die al vroeger hadden gestemd. Maar wat je dan ziet is dat in die voorsteden, waar dus gematigde Republikeinen ook zitten, dat daar meer steun voor Haley is. En dat Trump het daar eigenlijk wat slechter doet dan in de rest van zo'n staat. En dit zijn nou juist die gebieden die heel belangrijk zijn straks in die verkiezingen in november. En we zien daar dus iets wat we eerder ook in die suburbs, die buitenwijken in North Carolina en Virginia bijvoorbeeld ook zagen. Signaal voor november, want dit zijn de plekken waar je die verkiezingen in november kan winnen. De belangrijkste gebieden in de belangrijkste swing state. Maar ik zeg er ook meteen maar bij, november is natuurlijk nog ver. Dus het betekent vooral hard werken nog even voor Trump daar. Zeker, maar het is wel een, ja, je zou het kunnen zeggen, dit is een red flag. Je moet het campagneteam wel weer aan het werk van Trump. Ja, dat is het absoluut. En hier zullen ze er dus ook met grote interesse naar kijken. Want nu gebeurt het dus bij Atlanta. Het heeft geen gevolgen voor nu. Het maakt voor nu niet uit. Maar als zij kijken naar november en ze kijken naar al die steden waar dit gebeurt, dan zien zij wel duidelijk, hier moet echt iets gebeuren. Hier moeten we aan het werk. Wie staat er nu, als we kijken, tussentijds, Amerikanen zijn gek op peilingen. Doet er het beter? Biden of Trump? Ja, dan moet ik toch zeggen, echt Trump op dit moment. Als je al die swing states bekijkt, allemaal op een rijtje zet, dan staat hij op dit moment op al die plekken eigenlijk een heel klein beetje voor op Biden. Het zijn echt kleine verschillen, dus het zegt ook weer niet zoveel. Maar daar is echt nog werk aan de winkel voor Biden. Pennsylvania, Michigan, Wisconsin. Maar ook een staat als Georgia, waar uiteindelijk in de hele staat Trump ook voor staat. En je merkt dat sinds de State of the Union toespraak, dat die Biden-campagne ook al echt losgaat eigenlijk. Ja, dat die echt in een hogere versnelling zijn gegaan. Dus je ziet echt de aanvallen, de negatieve ads, die vliegen je om de oren. Dus die Amerikanen kunnen zich schrap zetten. En daarbij ook een flink aantal Amerikanen die hier helemaal geen zin in heeft. En nog een keer Trump en Biden niet zien zitten. Dus het wordt ook een enorme uitdaging de komende maanden om die mensen naar de stembus te krijgen. Weet je wat lekker is, Jan? Het duurt nog 8 maanden. Ja, wij mogen ook nog 8 maanden, Bas. Heerlijk. Ja, het is inderdaad heerlijk. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Amerika. Blijf in Washington. De Amerikaanse regering heeft een naar eigen zeggen bescheiden bedrag aan militaire steun voor Oekraïne toegezegd. Het gaat om $300 miljoen voor wapens en munitie volgens het Witte Huis. En die steun is volgens Jake Sullivan, de nationaal veiligheidsadviseur, bedoeld om de meest dringende noden te lenigen. When Russian troops advance and its guns fire, Ukraine does not have enough ammunition to fire back. That's costing terrain. It's costing lives. And it's costing us, the United States and the NATO alliance, strategically. So today, on behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million worth of weapons and equipment to address some of Ukraine's pressing needs. This emergency package that we're announcing contains a large tranche of artillery rounds and Gimlers for the HIMARS. Ja, een noodpakket dus, zegt Jake Sullivan. En volgens Amerikaanse media komt dit steunpakketje eigenlijk als een verrassing. Deze verslaggever van MSNBC zegt dat het geld ervoor, voor dat steunpakket, op een creatieve manier gevonden is. This package is only possible because they have scoured the books and found cost savings within the Department of Defense for existing contracts where the full resources had not been spent. Ja, ze zijn gaan schrapen dus. President Joe Biden wil veel meer geld uitgeven aan de levering van wapens aan Oekraïne, maar we weten zijn plannen vooralsnog niet door het congres gegeven. Senaat is akkoord, het huis niet, en dus dat pakket van 60 miljard ligt nog op de plank. Er zijn een paar culinaire zaken in het leven. Als de erde maand zit, dan is het tijd voor mosselen. Huh? Jazeker. In juni gaat het eerste vaatje haring onder de hamer. En asperges van de koude grond, die komen eind april. Helemaal niet. Over 10 minuten hoor je meer. Ochtendnieuws. Nou, volgens informateur Kim Putters is er een volgende stap gezet in de formatiegesprekken. De fractieleiders spreken met Putters, met de informateur, in de Zwaluwenberg in Hilversum. Dat is een groot landgoed van Defensie. Gisteravond laat sprak hij, tot gisteravond laat sprak Putters met de partijleiders van PVV, VVD, BBB en NSC. En daarna
had hij nog even tijd om de pers te woord te staan. Ik ga u nog niet vertellen wat er precies in mijn verslag staat, maar wat ik u wel kan vertellen is dat ik verwacht dat er een volgende stap in de kabinetsformatie gezet zal worden. Maar dat betekent dat deze vier partijen verder gaan? En hier laat ik het op dit moment bij. Ja, hij laat niet het achter van zijn tong zien, maar laat wel doorschemeren dat er dus resultaat ligt, dat er verder gepraat gaat worden. Maar hoe moet je dat nou interpreteren? Nou, daarom hebben wij gelukkig politiek verslaggever Mats Akkerman. Na twee lange gespreksdagen achter gesloten deuren op landgoed de Zwaluweberg trekt informateur Kim Putters de conclusie dat een volgende stap in de formatie mogelijk is. Volgens BBB-leider Caroline van der Plas waren het goede gesprekken en NSC-leider Pieter Omtzigt zei dat er heel hard is gewerkt. De gesprekken zitten er daarmee op voor Putters. Nu moet hij nog zijn eindverslag afmaken. Dat zal hij vandaag gaan doen. Morgen wordt dat dan overhandigd aan Kamervoorzitter Martin Bosma en daarmee wordt het advies openbaar. Volgende week kan de Tweede Kamer er dan over debatteren. De verwachting is nog steeds dat in het verslag zal staan dat de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB met elkaar moeten gaan praten over iets wat dan een extra parlementair kabinet gaat heten. Maar dat dit kabinet er ook daadwerkelijk gaat komen is nog lang niet zeker, want dat ze het over de vorm eens kunnen worden wil nog niet zeggen dat ze er op de inhoud ook uit kunnen komen. Al dus Mats Akkerman. Maar er is meer aan de hand in Den Haag. Ja, want een deel van de Tweede Kamer wil dat die miljardenorder voor vier nieuwe onderzeeboten voor Defensie niet wordt gegund aan het Franse Naval Group. Nee, ze zien de opdracht liever gaan naar het Nederlandse Damen, dat samen met Saab uit Zweden ook in de race is of was voor die order van waarde ergens tussen de 4 en 6 miljard euro. Vanavond vanaf 6:30 is er op verzoek van de SGP een spoeddebat over in de Kamer. Vrijdag neemt de ministerraad officieel een besluit hierover. Maar de Fransen die schijnen de buit al binnen te hebben, al ontkent minister Adriaansens van Economische Zaken. U vult in dat het de Fransen zijn, dat besluit is nog niet genomen. Dus we zullen wachten wat de ministerraad beslist. Maar ik heb de offertes goed bekeken vanuit mijn perspectief. Economische activiteit, betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven. En die is in de keuze die voor ligt, is geborgd. Ja, er is al jaren over gesproken. Deze procedure loopt ook al jaren. Nou, vrijdag zou dan dus de apotheose komen. Maar de vraag is of dat debat van vanavond het besluit van het kabinet nog kan beïnvloeden. We zullen dat bespreken met de Kamer, maar de besluit ligt voor in de ministerraad. En er is, ik geloof dat we 10 jaar zijn bezig geweest met dit proces. Dus nou ja, dat is heel zorgvuldig gegaan en daar kan ik in ieder geval voor instaan. Maar de Tweede Kamer zou dit ook nog kunnen terugdraaien, toch, in theorie? De Kamer kan heel veel doen, maar ik zou voorstellen dat we gewoon even afwachten tot we dat goed kunnen uitleggen en dat besluit überhaupt genomen hebben. De SGP zei al, als het naar de Fransen gaat, gaan wij er een stokje voor steken. We zullen het zien. Ik ga het gewoon even afwachten. We gaan het proces netjes lopen. Wat leuk, daar horen we onze oud-collega Thomas van Groningen. Mats Akkerman die sprak met Roel de Graaf. Die is vertegenwoordiger van de Nederlandse maritieme maakindustrie. En ook met Antje Dees, statenlid van de Zeeuwse BBB-fractie. Ja, over het belang van de keuze voor Damen en ook voor Zeeland. Omdat dat voor heel veel werkgelegenheid kan zorgen, innovaties kan ondersteunen en gewoon goed is voor de hele economie, dus voor de samenleving. Niet alleen nu, maar ook in de komende decennia als die boten ook in onderhoud komen in Zeeland. Het belang is dat er zoveel mogelijk Nederlandse maritieme maakindustrie wordt ingezet bij de totstandkoming van deze onderzeeboten. Want u staat hier namens de sector. Hoeveel mensen vertegenwoordigt u? Namens de sector, we vertegenwoordigen 33.000 man werkzaam in de Nederlandse maritieme maakindustrie. Wij hebben net Kamerleden toegesproken. Die zijn allemaal zeer positief in deze richting. Dus ik hoop dat daar naar geluisterd wordt. Bovendien, dit is niet het eerste wat gedaan wordt. Er is natuurlijk al een jarenlange lobby bezig. En dat willen wij nog even ondersteunen namens de Staten van Zeeland. Hoe groot zou nou de klap zijn als deze order toch bijvoorbeeld naar Frankrijk gaat? Dat is wel een grote zorg. Maar goed, het komt erop neer dat de overheid zijn werk gedaan zou moeten hebben. En dat dat aantoonbaar is dat de Nederlandse industrie ingezet wordt. Dat zou ik een hele teleurstelling vinden. Maar ik ben wel positief gestemd dat het kabinet verder kijkt dan alleen de prijs. Maar ook kijkt wat het kan bijdragen aan de samenleving in Nederland, maar Zeeland in het bijzonder. Ja, want heeft u een beetje een beeld van hoeveel dat Zeeland zou opleveren, de economie? 15.000 mensjaren aan arbeid levert dat op. Dus dat is heel erg veel.
En ook gewoon het behoud van kennis. Hè, dat is, ja, als je dat eenmaal kwijt bent omdat je niet meegaat, ben je het kwijt en verlies je een volgende keer weer een opdracht. Dus voor de toekomst van de maritieme maakindustrie in Nederland, in Zeeland, is het gewoon ook echt van belang. Kijk, wij hebben, omdat wij niet partijdig willen zijn, hebben wij de laatste anderhalf, twee jaar ons niet gemengd in deze discussie. Het feit dat we ons zorgen maken, komt door de zorgen die we ontvangen uit onze achterban. En die willen we inderdaad op het allerlaatste moment wel even delen met de Tweede Kamer. En dat als vrijdag de keuze bekend wordt gemaakt, dat het voor iedereen duidelijk is waarom ze die keuze hebben gemaakt. Dus ik hoop dat we daarop kunnen vertrouwen. We hebben als industrie ook afspraken gemaakt met via de defensie-industrie-strategie en via de sectoragenda die 26 oktober afgelopen jaar is bekendgemaakt, waarbij we stellen dat marineschepen in Nederland gebouwd moeten worden. Ja, dat waren Roel de Graaf van de maritieme maakindustrie en BBB-statenlid Antje Dees, die ja, dus waarschijnlijk met een tegenvaller te maken gaan krijgen komende vrijdag, althans ja, in de woorden van de minister. Ik denk dat altijd met dit soort processen er winnaars en verliezers zijn, dus dat zullen we gewoon goed moeten uitleggen. En niet iedereen kan winnen, dus dat zal altijd teleurstellingen geven. Nee. En waarschijnlijk wint dan Frankrijk met Naval en verliest Nederland met Amen. Dat is dan weer pijnlijk, ja. Dan neemt Schiphol stappen om een half jaar eerder te stoppen met nachtvluchten. Dat heeft het afgelopen vrijdag laten weten aan de andere vliegtuigmaatschappijen. Zo lezen we in de Telegraaf. Vorig jaar meldde Schiphol al dat het in de winter van 2025-2026 nachtvluchten wil schrappen. Nu is het plan om dat een half jaar eerder te gaan doen. Nou, volgens de Telegraaf gaat het al om zo'n 100.000 slots, starts en landingen per jaar. Met name de toekomst van luchtvaartmaatschappij Transavia is daardoor onzeker geworden. En voorman Marnix Fruitema is helemaal niet blij met de plannen van de luchthaven. Want, zegt hij, dit is ingrijpend voor onze vrachtpropositie en dus voor Transavia. Dat heeft de nacht nodig. Transavia is een volle dochter van Air France KLM en geeft ook aan dat het zonder nachtvluchten nauwelijks goedkope vluchten kan aanbieden. Als die maatregel ingaat, dan moeten reizigers 's nachts vanaf Düsseldorf of Brussel gaan vertrekken. Nou, dat betekent weer lekker een ritje met de auto. Dat is voor het klimaat niet best. De vrachtsector is ook niet bij. Voorman van de Air Cargo Netherlands, Henk Venema, die gaat het gesprek aan met de luchthaven Schiphol en wil kijken of nachtlandingen onder bepaalde voorwaarden niet toch ook mogelijk zijn. Nou, we wensen hem succes. Op de beurs kijken ze naar de grote modehuizen vandaag. Immer goed gekleed is Jochem Visser van BNR Beurs. En die neemt je mee van Spanje naar Duitsland. Na december komen de jaarresultaten. Dat weten ze bij kledingwinkels maar al te goed. Spaans modehuis Inditex, bekend van de Zara, komt namelijk met jaarcijfers. En dat jaar leek enorm mee te vallen. De eerste 9 maanden verliepen veel beter dan verwacht, ondanks inflatie en uitpuilende voorraden sinds de coronacrisis. De netto-winst steeg in de eerste 3 kwartalen met bijna een derde naar meer dan 4 miljard euro. Maar december viel toch een beetje tegen. Dus zijn beleggers benieuwd of het hele jaar ook zo goed verliep. Adidas komt ook met jaarcijfers en de Duitse modereus heeft dan weer het omgekeerde probleem. Vorig jaar zou het eerste verliesjaar worden sinds 31 jaar. Toch wist Adidas van een verwacht verlies van 700 miljoen euro slechts een verlies van 100 miljoen te maken. Beleggers zijn benieuwd of de komende 31 jaar weer zonder verlies zullen verlopen, met of zonder hulp van Kanye West. Ja, precies. Misschien moeten die troepjes van meneer West die nog in de opslag liggen nog eens een keer gaan verkopen. BNR Beurs, elke werkdag 6:30 s'avonds, nieuwe aflevering. En live te horen op BNR dus. En ook daarna via de BNR-app. En dat live luisteren kan ook weer via die BNR-app. Eigenlijk heb je alles in die BNR-app, heel handig. Is heel makkelijk. We gaan nog even kijken wat er in de kranten staat. In het FD beginnen we met curatoren bereiken doorbraak en faillissement Intech. Ja, dan denk je, dat is lang geleden. Voormalige international Muller, al jarenlang failliet. Na een langdurige juridische strijd betalen de voormalige bestuurders, commissarissen en KPMG 40 miljoen euro uit eigen kas aan de curatoren. In de Financiële Telegraaf Douglas volgende week naar de beurs. De grootste beauty retailer in Europa hoopt met de verkoop van nieuwe aandelen zo'n 850 miljoen euro op te halen. Ja, en dan in de Telegraaf. De kassa rinkelt voor TBS'ers. Meer compensatie uitgekeerd voor de wachttijd op de behandelplek. Daar gaat het om. Een aantal TBS'ers dat lang waarvan de wachttijd al lang loopt, moet ik zeggen, voordat ze in die TBS-regeling terechtkomen, loopt steeds verder op. En dus is er afgelopen 3 jaar voor die mensen 200.000 euro uitgekeerd. In Trouw, minister Bruin Slot. Militaire operatie in Rafah krijgt politieke gevolgen. Mocht een Israëlisch grondoffensief in Rafah doorgaan, dan zal Nederland nu echt gaan kijken naar de positie van ons land richting Israël, meldde de minister van Buitenlandse Zaken demissionair gisteravond in de Tweede Kamer.
Dan in de Volkskrant: nijpend tekort aan essentiële antibiotica nog lang niet opgelost. Het Landelijk Coördinatiecentrum Geneesmiddelen vraagt inmiddels aan artsen die middelen zo lang zo terughoudend mogelijk voor te schrijven, omdat ze snel opraken. Patiënten mogen maximaal 1 verpakking per keer mee naar huis. Ja, dan een verrassing op culinair gebied. Nou, je weet het, hè, mosselen, die zijn er als er een R in de maand zit, ja, precies. Ja. En asperges, die zijn er zo, nou, rond paas altijd, hè? Ja, ja, precies. Maar nee, ze zijn er nu al. Oh. Boer Peter van der Heijden uit Gemert, die was verrast toen hij witte kopjes uit de grond zag steken. Ik ging dus kijken en de zeil zo, en ik had helemaal niks verwacht, hè, helemaal niks. En ik doe die zeil omhoog en baf. Hier staat een asperge, daar staat een asperge. Er stond een asperge, dus ik verschoot me naar een hemeltje. Ik heb al meerdere jaren asperges. En dan weet je altijd, dan komen er asperges. Maar nu waren het veel eerder. Vaak zeiden ze tegen mij van, maar Peter, het weer is niet verkeerd. Ja, de temperatuur. Maar dan dacht ik, ja, maar de grond is zo nat. Het kan niet goed zijn. Nou, dat had ik niet vragen. Ja. Afgeleid door de explosies. Dat weet ik, ja. Maar dat is de explosief groeien van asperges. Maar het is heel raar, inderdaad. Het is echt inderdaad nat weer en zo. Hè. Meestal werkt het allemaal niet mee. Maar ja, een asperge is niet te voorspellen, Peter van der Heijden uit Gemert. Hij heeft nu 25 kisten vol asperges geoogst. Hij dacht dat het dus even zou duren. Maar hij is niet de enige boer met mossel. Ook Maarten van Hoof uit Nijnsel is spekkoper. Meteen restaurants aan de telefoon, want die willen die nu asperges van hem kopen. Nou was het afgelopen jaar een waardeloos jaar voor asperges. Boeren, veel regen, daar was kans op roest in de asperges. Omdat het langer duurt voordat ze omhoog komen, dan krijg je allemaal van die bruine vlekken. Normaal gesproken hoopt een aspergeboer dat hij rond de Pasen asperges kan leveren, maar nu is het dus gewoon uitzonderlijk. Het Brabants Aspergegenootschap zegt, ja, het is wel een van de uitzonderingen, hoor, als we kijken naar meneer Van der Heijden en Van Hoof. De 2,5 hectare van die boer Maarten van Hoof in Nijnsel ligt 3 meter hoger dan de rivier de Dommel, en daardoor niet zoveel last gehad van die regenval de afgelopen maanden. Dus dat is jammer, dat is het mooie. Als je ietsje hoger ligt, heb je het beter. Telers met een lager gelegen akker hebben minder geluk, want die kunnen voorlopig niet telen. Percelen die onder water hebben gestaan, die zullen flink minder gaan opbrengen. Dat is gewoon het verhaal. Daar komt nog niks naar boven. En daar kan ook de roest wel eens zijn ontstaan in de asperges. De column van Bernard Hammelburg. Het Kremlin moet zo langzamerhand een uitbundige feestvreugde heersen. Mocht Vladimir Poetin zich zorgen maken over de westerse hulp aan Oekraïne, dan moet het hem duidelijk zijn dat daarvoor steeds minder reden is. Hij heeft daar geen spionnen voor nodig, want het staat gewoon met vette koppen in de media, keurig met bronnen erbij. In een interview met de Zwitserse televisie riep de paus Oekraïne op de witte vlag te hijsen. Westerse politici en commentatoren vielen over elkaar heen met verwijten, want hij zei geen woord over Russische agressie en legde verantwoordelijkheid voor vrede bij Oekraïne. Goed gedaan, uwe heiligheid, denkt Poetin. In Mar-a-Lago ontving Donald Trump de enige Europese politicus die hij serieus neemt, Viktor Orbán. Prachtige mise-en-scène, dictators onder elkaar, een soort Napoleon in gesprek met de tsaar. Orbán sprak er zijn vreugde over uit dat Trump hem ervan had verzekerd dat onder zijn regime Oekraïne op geen cent steun hoeft te rekenen. Wat trouwens onder de zittende president Biden ook steeds dubieuzer begint te worden. Opnieuw kwam het congres na een loopgravenoorlog van weken met een tijdelijke begroting waarin geen hulp aan Oekraïne staat. De New York Times dook in de voortgang van de levering van F-16's aan Oekraïne. Die voortgang is er dus niet. Op de trainingsbasis in Roemenië staan een paar toestellen klaar, maar er zijn nauwelijks Oekraïnse piloten en mechaniciens. In Denemarken wordt een groepje Oekraïners getraind, maar de barrière is de taal. Alle besturings- en onderhoudshandleidingen zijn in het Engels, en dat zijn de Oekraïnse aspiranten en kandidaten niet machtig. Die ploegen zijn Russische mix gewend en Russische instructies kunnen ze wel lezen. Klinkt allemaal heel kinderachtig, maar het is een keihard feit. En van de 45 F-16's die aan Oekraïne zijn toegezegd, zouden er op dit moment hooguit 4 tot 6 kunnen vliegen. Nederland houdt zijn toegezegde 24 toestellen vast, totdat goed opgeleide Oekraïners ermee kunnen werken.
Allemaal complicaties en hindernissen die de westerse steun voor Oekraïne financieel, politiek en materieel in een ander daglicht zetten. Voor Poetin is het allemaal uitstekend nieuws. En het staat gewoon in de westerse media die hij simpelweg kan meekijken. Het Kremlin heeft vast een schotelantennetje en internet. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op Strabrechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl.